Monika deelde haar bevindingen via Instagram Stories, waar ze een foto plaatste van Mieke's telefoon met de mededeling: voor iedereen die zich soms slecht voelt over het aantal ongeopende chats. Mike van BB Vol Liefde heeft er 449. Fijne dag. Hiermee suggereerde ze dat Mieke's situatie wellicht anderen gerust kan stellen over hun eigen onbeantwoorde berichten. De foto die Monika deelde, toont Mike in een gesprek met Noor, zijn eerste date in het programma. Het lijkt erop dat de twee bezig zijn met het maken van een nieuwe afspraak, wat mogelijk wijst op een vervolg van hun ontmoeting. De interactie tussen Mike en Noor wordt hiermee opnieuw onder de aandacht gebracht, wat nieuwsgierigheid wekt bij de kijkers van het programma. In het huidige seizoen van BB Vol Liefde is duidelijk dat de deelnemers en hun accommodaties aanzienlijk van elkaar verschillen. Deze variatie in locaties en settings zorgt voor een boeiend contrast binnen het programma. Zo woont Albert bijvoorbeeld in een enorm kasteel in Spanje, terwijl Thijs een bescheiden camping runt in Frankrijk. Deze verschillen in woon- en werkplekken geven elke deelnemer een unieke achtergrond en een eigen verhaal, wat bijdraagt aan de diversiteit van het programma. Voor de kijkers die nieuwsgierig zijn naar de kosten van een verblijf in een van deze bijzondere B&B's, kan het interessant zijn om te ontdekken wat er allemaal komt kijken bij een overnachting op deze verschillende locaties. De diverse achtergronden van de deelnemers en hun bb's maken het programma tot een boeiend en afwisselend geheel, waarbij de kijkers telkens nieuwe aspecten van het leven in een bed-breakfast kunnen ervaren. Bb Vol Liefde heeft inmiddels een vaste plek veroverd in de Nederlandse televisiecultuur. Het programma biedt niet alleen een kijkje in de liefdeslevens van de deelnemers, maar ook in hun dagelijks leven als bb-eigenaar. De unieke locaties, uiteenlopende persoonlijkheden en de vaak verrassende wendingen in de relaties zorgen ervoor dat de kijkers geboeid blijven. Monika Geuzes' opmerkelijke ontdekking over Mike voegt een extra dimensie toe aan de manier waarop de kijkers het programma beleven. Haar humoristische benadering van de 449 onbeantwoorde berichten laat zien hoe zelfs kleine details uit het programma kunnen uitgroeien tot gespreksonderwerpen op sociale media. Het laat zien hoe de interacties binnen BB vol liefde niet alleen op het scherm, maar ook daarbuiten voor de nodige gesprekstof zorgen.